Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Bearded Dude. Vandaag ga ik het hebben over een uniek product met een aantal unieke eigenschappen. Ik heb het natuurlijk over Bossman Beard Jelly in de Stagecoach Scent. Wil je weten wat ik van dit product vind? Blijf dan kijken. Na de intro ga ik er verder over vertellen. Voor we verder gaan met deze video, klik even op het duimpje omhoog en abonneer je gelijk even op dit kanaal, mocht je dat niet gedaan hebben. Ik word er blij van, YouTube wordt er blij van. Alvast bedankt. Bossman Brand is opgericht in Austin, Texas door Stephen Condon. En hij heeft een product bedacht waarbij hij de eigenschappen van de baardolie en de baardbalsem samen heeft gebracht in één product. Omdat ik via de website van Bossman niet kon achterhalen of alle ingrediënten natuurlijk en biologisch zijn, heb ik hem een e-mail gestuurd en daar had ik binnen een half uur antwoord op. Uit de e-mail blijkt dat alle ingrediënten van natuurlijke oorsprong zijn, met uitzondering van de geurolieën die erin zitten, dus het is niet 100% natuurlijk. Nergens is uitgebleken dat alle ingrediënten van biologische oorsprong zijn. Overigens bevat de bierjelly geen minerale oliën en geen siliconen. Alle ingrediënten van dit product die zet ik weer in de beschrijving hieronder. Dan kun je het zelf nakijken. Overigens moet ik daarbij opmerken dat op het flesje één ingrediënt meer staat dan in de e-mail. Dit kan betekenen dat of dit ingrediënt zijn ze vergeten te vermelden, of ze hebben hun productieproces aangepast en het laatste ingrediënt dat op het flesje staat zit niet meer in het product. De geur van dit product is fine leather, sweet tobacco en aged bourbon. En daar zijn ze heel goed in geslaagd. Als je het flesje openmaakt, dan ruikt het daar ook echt naar. Het is een heel goed geslaagde geur. Het is een vrij dik product. En je hebt er maar heel weinig van nodig. Kijk eens hoe dik dat product is. De kwaliteit, die is goed. Daar valt niks op aan te merken. Hoe voelt dit in de baard? Dit is een beetje een moeilijk geheel. Omdat ze de balsem slash was en de olie gemengd hebben, is de eigenschap van het product meer zoals een baardboter. Het blijft dus op de baard zitten, trekt er niet echt direct in. Het sluit zeg maar de haren in, wat een conditionerende werking geeft. Op zich goed, maar niet geschikt voor mij om overdag te dragen. Je baard gaat er namelijk erg van glinsteren. Daar hou ik zelf niet zo heel erg van. En wat mij opvalt, als je het dan halve dag in hebt en je haalt je hand door je baard, heb je nog steeds product aan je hand. Niet helemaal mijn ding, maar als baardboter voor de nacht vind ik het een prima product. De tijdsduur. Hoe lang gaat het mee? Het gaat gemakkelijk 8 tot 10 uur mee. De prijs. De prijs is rond de €20 voor 120 ml. De algehele indruk. Het zit in een kunststof knijpfles, amberkleurig, met een twist op. Ideaal voor dit product, daar is het echt voor gemaakt. Er zit een prachtig etiket op, mooie sticker, schitterend logo, 120 ml. Geweldige geur. Snelle respons van de bedrijf zelf. Niks op aan te merken wat dat betreft. Ook niet geheel onbelangrijk. Staat op het etiket vermeld. Niet getest op dieren. Bossman Brand is onder andere verkrijgbaar via mijnbaard.nl. Daarvoor de link hieronder in de beschrijving naar de fabrikant en naar de leverancier. Mijn eindoordeel voor het Bossman Beard Jelly in de Stagecoach Scent is 7 van de 10 punten. Dit was er weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Felix en ik ben de Bearded Dude.